Like deze video alleen als je al langer dan een uur wakker bent. Of als je cool bent, dat mag ook. Vandaag is een speciale dag. Ik ben namelijk de inbreker. Inbreak in story 1. En wat ik ga proberen te doen is inbreken bij Larry. Om hem een koekje van eigen deeg te geven. We hebben 5 appels nodig. Nou, hier hebben we de eerste. En dan hebben we natuurlijk deze kamer. Waar soms ook nog wel een appel ligt. Nog maar 3 appels. Oh, hier ligt een blikje cola, niet eens gezien. En dan volgens mij hier bij de kelder hebben we ook nog wel iets liggen. Oh, geld. Een koekje. En achter de schilderijen ligt een kruis. Een koekje, Robux. We weten inmiddels hoe dit werkt. We moeten het Larry-einde unlocken. En daarvoor hebben we veel appels nodig. Omdat Uncle Pete 2 appels wil en een appeltaart. En dit is heel grappig. Er wordt nu aangeklopt. Maar in plaats van open doen, kan ik er ook doorheen gaan. En dan sta ik letterlijk naast de pizza-bezorger. Dit is zo raar. We zien de inbrekers op het nieuws, maar we zijn er zelf heen. Maar bij hem gaan we inbreken. Wij hebben de groene kamer. Oh nee, het is bij mij. En ik heb helemaal geen wapen. Oh, dat meen je niet. Hoe kom ik hier nu weg? Er zit maar 1 ding op. Ik moet het op deze manier doen. Oh, kijk. Ik ben naar beneden geglitcht. Oh, dit is zo raar. Alle deuren zitten... Nu zijn ze open. Kijk, hier is de computer. Daar moeten we zo meteen op gaan zitten. Alleen, er is al een speler. Dus kom op, we moeten snel zijn. Oké, we kunnen gaan zitten. Dit is niet zo heel lastig. We moeten gewoon een aantal knoppen vinden. En we moeten ze allemaal vinden, want anders gaat het licht in de kelder niet aan. Hier is er nog 1, hier is er nog 1. En dat zijn ze. Gaan we genoeg appels vinden in de kelder? Oké, wacht. Hier is er 1 en daar is er 1. Dus dit is de 3e en dit is de 4e. Zo. En dan neem ik dit ding mee. Nu lijk ik letterlijk op de inbreker. En hier hebben we de code. Ik heb de code gezien. Maar nu hebben we de ladder nodig. We hebben maar 1 kans om dit te laten lukken. Kijk, en nu nemen we de ladder mee hier naartoe. Kunnen we naar boven? Nog 1 appel, kom op. Oh nee, er is hier alleen maar cola. Maar we moeten echt nog 1 appel hebben. Laten we sowieso alle spelers even healen. Misschien dat hier nog ergens een appel ligt. We hebben een colaatje, maar daar heb ik niks aan. Oh ja, de kluis. 6, 2, 3, 2. Oeh, nog meer cola. Maar wacht, dit is het perfecte moment om zelf naar buiten te gaan. Maar wij zijn er letterlijk ook 1. Dus eigenlijk horen we er nu bij. Oh, dit is zo raar. Ik hoor bij jullie, maar toch map ik jullie. Oké, ik ga snel weer naar binnen. Maar eerst is het tijd om deze slechterik een lesje te leren. Wat gelukkig niet al te lastig is. Ik heb een appel nodig. Ik kan nog even in de supermarkt kijken. Maar ik ben er bijna 100% zeker van dat ze daar geen appels verkopen. En dan moet ik het dus helemaal opnieuw gaan doen. Nee, kijk maar. Dan haal ik er alvast wat muntjes bij. Voor de volgende ronde waar ik het opnieuw ga proberen. Ik ben helemaal alleen. En daar is Uncle Pete. Hij heeft gezegd wat hij wil. 1 koekje, 1 appel en een koekjestaart. Hoe werkt dat, een koekjestaart? We moeten eerst het recept maar even checken. 3 koekjes. Meen je dat nou echt? Kan je koekjes kopen in de supermarkt hier? Volgens mij wil het spel gewoon niet dat we inbreken bij Scary Larry. Terwijl we wel een inbreker zijn. Ah jawel, koekjes kan je kopen. Oké, we hebben er dus 3 nodig. Dus 1, 2, 3. En dan hebben we deze nodig. En nu kunnen we dat eigenlijk al bijna gelijk waarmaken. We hebben alleen nog een appel nodig. Pas op voor de kat. En het mooie is, de appel is hier. Oké, daar gaan we. De koekjes doen we hier. Deze doen we in de oven. En nu moeten we hem er op tijd uithalen. En eruit. De koekjestaart hebben we nu hier. En alles wat we nu moeten doen. Oh, nee, dat meen je niet. Oké, we kunnen het zometeen nog doen. We staan letterlijk weer naast de pizzabezorger buiten. Maar eigenlijk zoek ik Uncle Pete. Ik vergeet even dat ik alleen ben. Dus ik moet natuurlijk ook de deur open doen. Oké, laten we een pizza pakken. En die eventjes opeten. Die taart ziet er lekker uit. Welke van deze taarten zou jij het liefst willen? De appeltaart, de koekjestaart of de colataart? En oh ja, voordat ik het vergeet, we hebben natuurlijk ook de sleutel nodig. Hier nog een koekje. Hier, kijk, de sleutel. Om de kelder mee te openen. Hupsakee. Dus alles wat we nu zouden moeten doen, is hem een koekje geven, een appel geven en de appeltaart. En nu hebben we de muis. Kijk, hier hebben we hem. Oké, dan gaan we nu stiekem naar binnen. We zijn zo erg aan het vals spelen. Oké, daar gaan we. Snel, snel, snel. Want het allerbelangrijkste wat we nu kunnen doen, is de muis meenemen hier naartoe. De muis gaat er dan in. En de muis komt eruit met de sleutel. Oké, perfect. Nu moeten we wel even opschieten om heel even dit dicht te maken. Ook belangrijk. We moeten de lichten in de kelder natuurlijk aanzetten, want daar gaan we zo meteen ook nog even een kijkje nemen. 3, 2, 1. Kom op. Yes. Oké, maar nu moeten we wel even opschieten. Want ook hier moeten we dit nog eventjes dichtmaken zo. En misschien ook handig dat we dat bij de wc eventjes doen. Hupsakee. Deze moet ook nog een beetje beter dicht zo. Oh, kijk, een colaatje. Dat moet ik hebben. Maar we kunnen nu wel de kelder in. Laten we daar even de appel meenemen. Hier nog een appel. En kijk, hier ligt toevallig de code. Alleen bedenk ik me ineens. We hebben de kluis nog helemaal niet gevonden. De kluis die zit altijd achter een schilderij. Maar je weet natuurlijk niet welke. Oh, ik heb de kluis gevonden. 8, 4, 6, 5. Er zit een Robux in. En oh ja, dit is mijn favoriete moment. De slechte rikken. Oh nee. Oh nee, 2 tegen 1. Hoe durven jullie? Nou, nu moet ik wel zeggen, we doen dit allemaal om zometeen in te kunnen breken bij Scary Larry. Wat we al eens een keer eerder hebben gedaan, maar nog nooit terwijl wij echt een inbreker waren. Dus we geven hem echt een koekje van eigen deeg zo. Die muis trouwens, die we net hebben gebruikt om deze gouden sleutel te krijgen. Je kan die muis ook aan de kat voeren. Maar wat gebeurt er dan? Krijgen we dan een nog gekker einde? Reageer kat, als ik dat moet doen. Oh ja, natuurlijk. Maar wat Scary Larry nog niet weet. Wow, serieus? Dat bord is me nog nooit opgevallen. Best wel creepy als je het mij vraagt. Normaal ga je nu naar de supermarkt, maar wij niet. Want zoals ik al zei, de laatste battle. Oh, kijk. Lekker. Pizza. Nee. Oh my gosh, waarom zit hij in de grond? Stop met ballet. Je bent een pizzabakker. Waar ben je mee bezig? Je ziet wel dat ik een stuk kleiner ben dan hem. Oké, we hebben hem nu echt bijna. 3, 2, 1. Kom op.
Yes, we hebben hem. En we hebben pizza. Oh nee, meen je dat echt? Zelfs de laatste nacht? Ze willen me natuurlijk tegenhouden, want ze weten wat ik van plan ben. Wraak nemen op Scary Larry, hun baas. Ik doe me alleen maar voor als een handlanger. Maar het is te laat. We zijn niet meer te stoppen. Het is namelijk nu tijd om het geheime einde te kiezen. Dus we gaan snel naar beneden. Ik eet nog even 2 appeltjes. En ik hiel mezelf nog even. Scary Larry heeft geen idee wat hem te wachten staat. Alles wat wij nu moeten doen. En dit blijft raar, omdat ik er zelf uitzie als een inbreker. Maar dat is in deze auto gaan zitten. En nu zijn we bij het huis van Scary Larry. En dit klopt, want wij zijn namelijk een inbreker. Oké, daar gaan we. Dankjewel, Uncle Pete, voor de lift. En we weten natuurlijk wat ons te doen staat. De bom aanzetten. En nu hebben we 2,5 minuut om Scary Larry een koekje van eigen deeg te geven. En precies te doen wat hij ook altijd bij ons doet in Breaking Story. Kom op nou, kom op nou. Kom op, de piano moet weg. De tafel met alle pizza's, die gaat eruit. En natuurlijk al deze fasen. Wegwezen, wegwezen, wegwezen. En moet je dit zien. Zo'n koelkast vol met cola. Bloxy cola. Die gaat met ons mee. Geen frisdrank voor hem meer. Oh, moet je horen. Hier, de tafel met alle pizza's die hij dan zogenaamd bij ons komt bezorgen. Dan gaan we al zijn schilderijen slopen. Al zijn zelfportretten. Ze gaan allemaal van de muur af. De Scary Larry Award. Dat dacht ik niet. En natuurlijk, deze inbreker die hier ligt te slapen, krijgt ook een koekje van eigen deeg. En ook het bed gaat weg. En zijn kledingkast. De welbekende maskers die hij altijd draagt. De hoeden, de schoenen en natuurlijk zijn paarse uniform. De volgende keer komt hij maar in zijn onderbroek. Oké, liever niet. Maar snap wat ik bedoel. Oh, we zijn zo goed bezig. Dit is gewoon echt te grappig. Het is zo fijn om hem een koekje van eigen deeg te geven. Eindelijk. En wacht eens even. Is dit toevallig zijn wc? Oh nee, wacht. Dit is zijn douche. Oké, zijn douche gaat sowieso weg. Maar ook zijn wc die gaat er vandoor. Kom op. Ja, zijn wc is weg. Hier hebben we alles gehad. En ook dit ding wat hier aan het plafond hangt gaat natuurlijk gewoon. Oh, gaat natuurlijk gewoon weg. Oh, hier hebben we de wapens. En hier kunnen we ook nog allemaal dingen weghalen. Wegwezen. Maar wat ik eigenlijk wil doen. Ik wil eigenlijk hier ook nog een beetje verkennen. Ja, misschien is het daar wel het juiste moment voor. Eerst even deze weg. Het is gelukt. De inbreker heeft Scary Larry teruggepakt. Kunnen we nu wel de kat aaien? Nee. Oh, kijk, zijn achtertuin. Daar zijn we nog helemaal niet geweest. Maar dat hoeft ook niet meer. Want daar zal je hem hebben. Hij schrikt. Inderdaad, Scary Larry. Maar denk niet dat dit alles is. Want in 3, 2, 1... Yes! De handlanger van Scary Larry heeft hem een koekje van eigen deeg gegeven. Maar wat is eigenlijk het verhaal achter Scary Larry? Maak je geen zorgen. Het zal geen pijn doen. Als Mary dat zegt, zou ik het niet vertrouwen. Wow, Mary, dat klinkt leuk. Maar ik weet niet of ik die sleutel wel wil testen. Het ziet er gevaarlijk uit. Ja, dat zal het ook wel zijn. Kom op, Larry. Het komt wel goed, zegt Barry. Draai je gewoon om, zegt Mary. Ik bedoel, het komt wel goed. Ja, ze probeert aardig te doen, maar dat is ze niet. Ik zou je nooit pijn doen, Larry. Oké, meen je niet. Is het waar wat ik dacht? Oké, wacht even. Ze komt op Larry afgelopen. Ze pakt de sleutel en... Oh my gosh. Dat meen je niet. Die sleutel neemt hem over. Oké, maar dan verklaart dat nog niet waarom Mary ook zo'n sleutel in haar rug heeft. Ik bedoel, dus dit is hoe Scary Larry is ontstaan. Door die gouden sleutel. Abonneer voor meer en adios.